BNP Paribas Fortis stelt voor. Deze maand aandacht voor Jan Verheijen, die het tweede gelaat verder afwerkt. De opvolger van De zaak Alzheimer en Dossier K. De film is eigenlijk bijna af. Op, wij zitten nu in de laatste fase. Ja. Net zoals De zaak Alzheimer en Dossier K is ook deze een genrefilm. Het is een policier met serial killer elementen. Vrij veel actie. En het referentiekader van een publiek, onbewust, zijn Amerikaanse films. En wij hebben niet die middelen, daar moeten we niet flauw over doen. Dus, maar hoe kan je dat redelijk goed verbergen? En dat is waar Danny met name zeer goed in is. Dus ik probeer eigenlijk met toch een minder middelen een high-level kwaliteit te leveren. En dan moet je gewoon slim mee omgaan met de middelen die je min of meer hebt eigenlijk. Je hebt een heel erg combinatie met tracks, met heel veel steadicam. Heel erg vooruitgaande cinema eigenlijk. En dat zit in het tweede gelaat, zit dat ook geweldig veel in eigenlijk. Een ex-wielrenner en regisseur Kenneth Merke is bezig met de opnames van zijn langspeelfilmdebuut Coureur. Het is toegespitst op het leven van de jonge wielrenners. In de jaren 2000, 2001, het volle dopingtijdperk ook. En Kenneth, dus de regisseur, heeft dat zelf meegemaakt. Dus het is een heel, heel heftig verhaal wat dat betreft. In de tijd rond 2000 waren er eigenlijk veel minder regels, ook op medisch gebied en zo. En gebeurde er wel een en ander dat zich wel leent voor het verhaal wel. De wielersport is de arena waarin het verhaal zich afspeelt, maar eigenlijk ligt de focus vooral op de vader-zoon-relatie. De zoon legt zijn leven in de weegschaal. Hij beseft eigenlijk veel te laat pas dat alle risico's dat hij neemt puur is om de aandacht en de affectie van zijn vader te winnen. Het is gewoon het van de weerbaarheid van de mens. Maf, van de potgerukte verhalen. Zo fanatiek dat het grappig wordt. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.